Waar je ook kijkt in Brabant, de aanpakkers van Van Berkel kom je overal tegen. Dat is niet verwonderlijk, want of het nou gaat om de aanleg en onderhoud van landschap en infrastructuur, het maken van producten op basis van reststoffen of multimodale logistieke dienstverlening, Van Berkel kan het. Het is een familiebedrijf van Brabantse bodem. Met ruim 120 medewerkers en een uitgebreid machinepark, verdeeld over 8 locaties. In 2015 bestaat het bedrijf 60 jaar. Want al in 1955 kocht de familie de eerste trekker van het dorp en was het bedrijf geboren. Precies op het moment dat de landbouwmechanisatie een grote vlucht nam in Nederland. Broers Harry en Henk bouwden het bedrijf verder uit. Eerst alleen in de agrarische sector, later ook in grondverzet en zandwinning. Nederland was bezig met de wederopbouw en door goede service, probleemoplossend vermogen en een no-nonsense aanpak groeit het bedrijf gestaag. In de jaren 80 zit het Nederland economisch tegen. Maar de broers weten te overleven door de aandacht te verleggen naar de cultuurtechniek. Vandaag de dag vormt aanleg en onderhoud van landschap en infrastructuur nog steeds een belangrijke pijler van de Van Berkel Groep. In de jaren 90 trekt de economie aan en groeit milieubesef in Nederland. Een houtverkleiner vormt het begin van een apart recyclingbedrijf voor groen. Inmiddels heeft dit onderdeel zich ontwikkeld tot een producent in biomassa en bodemproducten. Rond die tijd komt de nieuwe generatie het team versterken. Jan, Tonio, Patrick en Hein van Brekkel nemen vol ambities het stokje over in 1998. Met hun aanpakkersmentaliteit bouwen ze Van Berkel samen verder uit. Rond de eeuwwisseling verandert de kijk op vervoer binnen Nederland. Vervoer over water biedt nieuwe mogelijkheden voor het bedrijf en vormt de basis voor een nieuwe logistieke tak in 2005. Het bedrijf groeit en wordt klaargestoomd voor de toekomst. Een recente ontwikkeling is de ingebruikname van de nieuwe granulaatcentrale in Eindhoven. Hiermee zet Van Berkel Bouwstoffen en Transport de volgende stap in duurzaam gebruik van grondstoffen. 2015 is een feestjaar. Inland Terminal Veghel opent bij haar 10-jarig jubileum het nieuwe terrein. Biomassa en bodemproducten bestaat 20 jaar en de Van Berkel Groep bereikt de mijlpaal van 60 jaar. Vandaag de dag is Van Berkel actief in 4 verschillende takken van sport. Specialist op elk van die gebieden en krachtig door ze slim te combineren. Zo wordt een oude weg verwerkt tot grondstof voor een nieuwe. Bouwstoffen en Transport produceert en levert het granulaat dat landschap en infra gebruikt voor de fundering. Voor grotere afstanden worden schepen en de eigen terminal ingezet. 3 divisies werken daarmee samen aan hergebruik en lokale inzet van grondstoffen en het ontlasten van wegen en het milieu. Bij onderhoud aan de natuur en buitenruimte, door landschap en infra, komt bijvoorbeeld maaisel en snoeihout vrij. Doordat bij biomassa en bodemproducten te verwerken tot bodemverbeteraar, kan het worden hergebruikt bij de aanleg van een nieuw park of in de landbouw. De gewassen die daarop groeien vormen de basis voor Nederlandse exportproducten. Export die in containers de wereld overgaat. Bijvoorbeeld via de terminals en binnenvaart van Van Berkel Logistics. Stilstaan past niet bij aanpakkers. Kansen zien, oplossingen bedenken en klantgericht werken wel. Op die lijn gaat Van Berkel de toekomst in. Door inhoud te geven aan termen als innovatie en duurzaamheid. Door vooruit te denken en slimme combinaties te maken. En door aan te pakken. Van Berkel, aanpakkers van nature.